er zit momenteel nog niemand met de neus tegen de vleugels van de startauto. De prijs Curazano trouwens. Koers nummer 9. In merkwaardige omstandigheden. Onvergetelijke omstandigheden. We gaan kijken. Of toch proberen te kijken. Komen de bocht uit. 50 meter nog. Vertrokken. En Illimani Montana, die zal nog voor donkere thuis zijn als hij dat tempo zo hoog kan houden. Wat een mooie start van Illimani Montana. In tweede stelling hebben we dan Melting Pot. Op de derde plek Feo Trafo. Aan de binnenzijde volgt dan Image de Cordet. En in vijfde positie achter Image de Cordet zien we dan in het spoor van Feo Trafo Malika Vrijtgoud. Global Delivery, die ligt momenteel zesde. En die wordt gevolgd door Hannah Huis met Indien du Liamon. We komen de Gaverbeek bocht uit. En dat doen we met Illimani Montana als koploper. Feo Trafo in de oranje kleuren in tweede stelling. Melting Pot die volgt dan aan de binnenzijde op plek 3. Met in vierde positie dan bij de eerste achtervolger Image de Cordet. Dat moet Lieven Kannaerts zijn houding zijn op plek 4. En dan hebben we Malika Vrijtgoud op de vijfde plek met verder in het veld Global Delivery. En Indien du Liamon die ligt dan zevende. En met een beetje geluk gaan ze nu de bloze bocht in. En dat doen we onder het leiderschap van Illimani Montana. Jules van de Putten is de leider. In tweede stelling hebben we dan Melting Pot. Aan de buitenzijde daarvan Feo Trafo. Malika Vrijtgoud in het spoor van Feo Trafo. Met op een gedeelde vierde plek aan de binnenzijde van Feo Trafo Image de Cordet. Global Delivery die ligt dan zesde en Indien du Liamon zevende. We komen richting de tribune. We hebben nog één volronde voor de boeg in de Curaçano-prijs. Met Illimani Montana als koploper. In tweede stelling zien we dan Feo Trafo. Derde aan de binnenkant Melting Pot. In vierde positie Malika Vrijtgoud. Aan de binnenzijde Image de Cordet. En achter Malika Vrijtgoud volgt dan Hannah Huygens met Indien du Liamon. Aan de binnenkant volgt Global Delivery. En zo zijn we op 850 meter van huis. Illimani Montana met driekwart lengte voorsprong op Feo Trafo. In derde positie zien we Melting Pot. Melting Pot geeft een halve lengte voordeel op Malika. Malika Vrijtgoud aan de binnenzijde. Hebben we dan Image de Cordet. Zesde volgt Indien du Liamon. Met achteraan het peloton Global Delivery. 650 meter nog van huis verwijderd. En Illimani Montana heeft nog altijd het lot in eigen handen. Hannah Huygens probeert naar voren te komen aan de buitenkant met haar Indien du Liamon. En dat wanneer we voorbij de 500 meter paal draven. Met Illimani Montana als koploper. Met Feo Trafo in tweede stelling. Met Melting Pot op de derde plek. Malika Vrijtgoud doet het prima op plek 4. En ik denk dat het Hannah Huygens is die een fout maakt nu met Indien du Liamon. En Indien du Liamon inderdaad tegen galop. En we komen de laatste rechte lijn in. Met als koploper nog altijd Sjoe van de Putten met Illimani Montana. Maar je moet aan het werk, Sjoe van de Putten tegen Feo Trafo. Illimani Montana aan de binnenzijde. Feo Trafo aan de buitenkant. Melting Pot derde. Vierde Malika Vrijtgoud. Malika Vrijtgoud die versnelt nu buitenom. Feo Trafo aan de buitenzijde van Illimani Montana. Malika Vrijtgoud buitenom. Malika Vrijtgoud buitenom. Close voor de finish. Malika Vrijtgoud aan de buitenzijde. Feo Trafo in het centrum aan de koord. Illimani Montana, vierde Melting Pot. Vijfde moet dan Lieve Kannaerts zijn met Image de Cordet voor Global Delivery. Maar wat een messcherp eindschot aan de buitenzijde van Malika Vrijtgoud. Het is heel close tussen Malika Vrijtgoud, Feo Trafo. En aan de binnenzijde zien we dan Illimani Montana. En dan gaan we nu eens kijken of het fotofinish toestel licht genoeg heeft. Als er al fotofinish is tenminste. Het nummer 8 werd uitgevoerd.